dinsdag. Stond ik voor het eerst op de echo en dat doen we helemaal in mijn eentje. Dus ik moest alles maar zelf uitvinden. En toen was ik zeg maar bij de coördinator geweest en zei ik, ja, het is gewoon een klein programma. Nou ja, weet je, dat lukt, dat kun je wel. Maar toen kreeg ik er iets van, wat was het, 5 of 6 klinische echo's bij. Die ik allemaal moest gaan inplannen en bedenken. En ik, ja, als je dat al nooit eerder hebt gedaan, want dan weet je het natuurlijk niet, hè. Dus toen ben ik echt, ben ik om 3 uur, want ik was helemaal, ik snauw, dat ik vroeg bij het jammer dat ik op die afdeling ben. Want die collega die bij me stond, die begreep het helemaal niet. Ik denk, ja, hallo, ik ben voor de eerste helpen dat even. Dat deed ze ook niet. Een beetje supplement. Maar ja, toen ben ik gewoon 3 uur ben ik naar Jan naar de toning afdeling ben gegaan. Ik dacht, sorry, maar ik weet niet of ik misschien al aan het surfen ben, maar ik ren niet hoor. Ik moet echt morgen nog meer uitleg hebben. Want ik zeg, ik sta er voor de eerste dag in mijn uppie en het is wel lastig hoor. En ja, dat is ook veel in, moet